Goedemorgen, er is nog vrij veel bewolking boven Nederland, alleen in het noorden is de bewolking dun en is het koud, lokaal is het daar ook glad. De bewolking gaat in de loop van de ochtend verdwijnen en dan breekt de zon steeds vaker door. De temperatuur ligt vanochtend zo tussen de 0 en de 2 graden. Verder waait er een zwakke wind uit het zuidoosten. Ook vanmiddag weinig wind, maar wel veel zon en de temperatuur loopt op naar zo'n 5 graden in het noordoosten tot 8 graden in het zuiden van het land. Vanavond gaat het dan weer licht vriezen en vannacht liggen de minima rond de min 3. Lokaal kunnen wat misbanken ontstaan en plaatselijk kan het ook glad worden. Morgen verdwijnen de misbanken en dan zijn er weer zonnige perioden. Inmiddels dus wordt het weer 5 tot 8 graden en de wind waait uit het zuiden en is overwegend zwak. In de avond wordt de bewolking dikker en mogelijk valt er op de westkust een spatje regen. Maandag regent het af en toe bij temperaturen rond de 5 graden. In het oosten van het land kan er misschien wat natte sneeuw vallen. En vanaf dinsdag komt de zon steeds vaker tevoorschijn, maar wordt het ook kouder. Woensdag liggen de maxima zo rond de 2 graden. En in de nachten gaat het licht tot matig vriezen.